Noorderzon is voor iedereen. Dat blijkt wel uit het gevarieerde programma van het festival. Ook aan de kinderen is gedacht door een groots opgezette speelweide. Dankzij een groot aantal activiteiten, zoals zandkastelen bouwen en een heuse snoepwand, hoeven de jonge gasten zich niet te vervelen. Wat zijn jullie aan het doen? Pannenkoeken maken. En is het leuk? Ja. Hoe hebben jullie deze pannenkoeken gemaakt? Met een paar ingrediënten, en melk en nog wat en nog wat en nog wat. Hebben jullie al meer activiteiten gedaan? Nee, tot nu toe niet. Gaan jullie nog iets doen? Ja, waarschijnlijk wel. Wat wil je graag doen? Ja, misschien zandkastelen bouwen of iets anders. Wat maak je voor moois? Een prinsesje. Wat hebben jullie precies net gedaan? Van een snoepraam afgegeten. En was het lekker? Ja. Vond jij het ook lekker? Ja. Een van de activiteiten is de grote snoepmuur die op het terrein staat. Het is een schilderij van Drop en van Winegums. Dat eruit ziet als een glazen lood. En dat kunnen kinderen opeten. En loopt het al een beetje goed? Het loopt gigantisch goed, want ik krijg het niet bijgewerkt. Naast deze snoepmuur zijn er nog een aantal activiteiten te beleven. Waaronder het zelf collages maken. Kinderen kunnen hier een collage maken. Het idee van degene die het bedacht heeft is dat een heleboel kinderen die hebben wel wat allerlei rommeltjes in hun zak. En dan krijgen ze daar onder de luifel op het gasveld krijgen ze een kistje. En er zit een kartonnen malletje in. En daar kunnen ze met hun eigen spulletjes kunnen ze dat rangschikken. De speelweide is in de eerste plaats voor kinderen bedoeld. Maar eigenlijk zijn er voorstellingen voor jong en oud. Wat vinden jullie van de speelweide? Prachtig, heel gezellig met dit weer, super. Wat vinden jullie de allerleukste activiteit die hier te doen is? We hebben ons nog niet zo verdiept in de activiteiten, maar het allermooiste vind ik de draaimolen. Komt een beetje de jeugdherinneringen weer een beetje boven? Ja, heel erg. Zou u stiekem zelf ook nog wel iets willen doen hier? Ja, het speelrek voornamelijk. Gaat u straks nog even proberen? Dat denk ik niet. Nee, dat toch niet. De speelweide blijkt tot nog toe een groot succes. Van culinair tot creatief, de kinderen kunnen hun energie in elk geval voldoende kwijt.